alsjeblieft. Ja, ik heb hier gekregen het formulier ter kandidaatstelling van de president van de Republiek Suriname. De kandidaat Santokhi Chandrika Persat, ondersteund door 33 leden van het parlement. Brunswijk, Ronnie Brunswijk als vicepresidentskandidaat. Ik heb ontvangen van de heer Gayadin, formulier ter kandidaatstelling van de vicepresident, ondersteund door 33 leden. Het is nog geen 3 uur natuurlijk, maar de stukken mogen tot 3 uur ingediend worden. Tot nu toe hebben we dan deze kandidaten binnen. Ik zou in het parlement willen blijven, maar u weet, ik ben een veldman. En we zijn bezig met het land naar een hogere hoogte te brengen. En ik ben iemand, ik wil erbij zijn waar besluiten worden genomen om het land naar een hogere hoogte te brengen. Wat de ministerie gaat doen, wat er moet gebeuren, wil ik erbij zijn. Het parlement heeft geen uitvoering. Het parlement is wetgevende macht, ik wil in de uitvoerende macht zijn. En mijn partij heeft beslist dat ik daar mag gaan. Dus, ik zeg, ik was ook akkoord. Is er al een vervanging voor voorzitter Brunswijk in de Nationale Assemblée wanneer hij tot vicepresident gekozen mag worden? Het congres van onze partij heeft beslist dat wanneer ik word gekozen of tot vicepresident wordt gemaakt, dat de heer Marinus B. Voortgedragen gaan worden. Ik wilde weten wanneer de nieuwe DNA-voorzitter dan aantreedt. Is het een week na de verkiezing van de VP of direct dezelfde dag? Het wordt besproken met de griffier en dan gaan we kijken of het gelijk na de kiezen van de president en de vicepresident of een aantal uur. Eerder, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we gaan dat bespreken en binnen de regels kijken wat en hoe. Gaan er tegenkandidaten komen voor de nieuwe voorzitterschap? Ja, ik zeg dat er maar één kandidaat is en dat is meneer B. Kijk, er is ook met de oppositie gesproken en dat voor goede gang, goede transitie, er was dat wij gaan geen kandidaten voordragen. Dat hebben ze ook tijdens de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van het parlement hebben ze dat gedaan. En ze hebben ook beloofd dat ook vandaag dat de oppositie geen president en vicekandidaat zouden indienen. Dus ik kijk nog uit of wat ze hebben gezegd inderdaad stand houdt. Dus we wachten tot 3 uur. Als er nu nog een naam opduikt, dan zeg ik dat. Nee, maar ik bedoel dat. Dat is een plaat.